Je ziet de pijlen op de grond, waar moet je heen, hoe moet je lopen. Het is allemaal eenrichtingsverkeer. In principe voor leerlingen, docenten hoeft niet, maar het liefst wel natuurlijk. Nou, we volgen dan richting mijn lokaal. Pijlen op de grond, hier zie je weer de poster met wat moet je doen, waar moet je op letten. Nou, dan kom je het lokaal binnen, hier zie je weer zo'n poster. Hier en hier. Hier hebben we de schoonmaakmiddelen voor je handen om je handen te ontsmetten. De eerste schooldag zal met al die maatregelen niet alleen voor de eerstejaars, maar voor alle leerlingen onwennig zijn. Maar ook voor de leraren is het een beetje gek. We hebben een soort haast politielint op de grond. Hou 1,5 meter afstand alsjeblieft. En dat is heel raar, want normaal loop ik door het lokaal heen. Ga ik naast een leerling zitten. Als die vragen heeft, of misschien dat ik wel wat aan hem wil vragen. Of iets laten zien. Dat kan niet. Dat is wennen. Dat is heel raar. Misschien biedt dit een uitkomst. Dat ik een soort gemeenteloket word. Waar ik ook iets kan aangeven. Van, kijk, hier heb je... Misschien is dat een idee. Ik weet niet. Het is even wennen. Met deze maatregelen kan er in ieder geval weer lesgegeven worden. En omdat de luchtkwaliteit goed is, zijn mondkapjes hier niet nodig. Maar een schoolfeest zit er voorlopig niet in. In principe alles wat te maken heeft met evenementen hebben wij afgelast. Ouders zijn vooralsnog niet welkom op school. We kunnen geen ouderavonden nog organiseren. Open dagen wordt waarschijnlijk ook lastig in het najaar. Maar het belangrijkste is dat de klas volgende week weer vol zit en dat Walter zijn leerlingen weer ziet. Ik heb er wel zin in hoor, heel veel zin. Het is natuurlijk heel gek als je leraar bent en je hebt geen kinderen in je lokaal. Dat is echt heel raar. En misschien dat dit ook wel helpt, dit ding. Dat zou kunnen. Dat we in ieder geval weer een beetje als van ouds aan de slag kunnen.